Dames en heren, alle stoelen zijn bezet. Alle hartelijk welkom. En dan natuurlijk de raadsleden, college, de pers, mensen op de tribune, ambtelijke ondersteuning. Hartelijk welkom op deze commissievergadering. Een nieuwe voorzitter ziet u zitten. Ik vind het eer om deze vergadering voor te zitten, om een commissievergadering voor te zitten. En ik heb er alle vertrouwen in dat het goed zal gaan. En natuurlijk met zo'n goede raad en commissieleden als jullie zijn, kan het niet anders dan dat het goed gaat verlopen. En hierbij is de vergadering dan geopend. Aan punt 2, de mededelingen. Die zijn er niet, dus die is gauw klaar. Punt 3, de vaststelling van de agenda. Zijn er commissieleden die nog aanvullingen of wijzigingen op de agenda wensen? Zo niet, dan is de agenda bij deze vastgesteld. Het inspreekrecht, punt 4, daar heeft zich niemand voor gemeld. Dus we gaan gauw verder met nummer 5. En daar gaan we wel even bij stilstaan. Er zijn een aantal vragen binnengekomen. En de eerste die ik het woord wil geven is Henk Mulder van BBC 2014... betreffende watertappunten WMD in de gemeente Coevorde. Meneer Mulder. Goedenavond, voorzitter. Watertappunten van de WMD in de gemeente Coevorde. Op 16 april is de eerste openbare watertappunt van de WMD op feestelijke wijze geopend bij de Hub Gieten. Dit in verband met het 80-jarige bestaan van de WMD. Er is toen gesteld dat er per gemeente 1 gratis ter beschikking zou worden gesteld door de WMD. En ze verder tegen kostprijs geïnstalleerd zouden kunnen worden door de WMD in samenspraak met de gemeente. Voordelen van zo'n tappunt, of beter gezegd openbare dorpspompen is het eigenlijk, zijn uitstekende service voor bewoners en toeristen en natuurlijk minder zwerfafval. De kosten van zo'n tappunt, behalve die ene gratis, zijn 1800 euro per tappunt en 650 euro per jaar voor onderhoud. Dan de vragen. Heeft de gemeente Coevorde al contact gehad met de WMD over de locatie waar het toegezegde eerste watertappunt geplaatst zou kunnen worden? En kan dit in samenspraak met de dorpen misschien verder uitgerold worden? Vraag 3. Kan dit eventueel misschien gefinancierd worden uit de dorpsbudgetten en of stimuleringsfonds? Dank u wel. Voor de beantwoording geef ik graag het woord aan wethouder Huizing. Ja, dank u voorzitter. Het was voor ons ook even puzzelen wie nou wethouder watertappunten is. Maar niemand, ja, het was een hele lange strijd, maar uiteindelijk heb ik het geluk dat ik dat ben. Om bij de eerste vraag maar gewoon te gaan beginnen. Het cadeautje van de WMD was inderdaad wel een hele mooie. Collega Jan Swiers, die ons vertegenwoordigt in de AVA van de WMD, heeft wel meteen bij de WMD zelf ook aangegeven, ja, het is wel een bijzonder cadeautje. Je geeft iets ter waarde van 1800 euro, maar we moeten zelf 650 euro per jaar betalen daarvoor. Waar vervolgens naar gekeken is, dat het eerste idee was, kunnen we dat niet in Wachtum gaan meenemen bij in het project wat daar liep. En dat meenemen was een groot probleem niet. Alleen daar bleek al dat de jaarlijkse kosten, dat dan toch wel een obstakel werd. Want daarvan had Wachtum al snel zoiets van, ja, dat gaat hem niet worden. Dat kunnen wij niet opbrengen. Dus we hebben op dit moment nog niet gebruik gemaakt van het cadeautje. De vraag of je dat in samenspraak met dorpen kunt gaan doen, nou, volgens mij kun je prima met dorpen die interesse hebben het gesprek aangaan daarover. Ik denk wel dat je vooral heel goed moet gaan kijken van waar zet je hem neer. Want aan de ene kant klinkt het leuk, in het centrum van Sleen bijvoorbeeld een watertappunt. Ja, aan de andere kant hebben we daar ook hele goede horecavoorzieningen. Die denk ik ook die pieterpatters die daar mooi langs lopen ook wel graag op hun terras willen hebben. Dus volgens mij moet je dat op lokaal niveau moet je dan gesprek aangaan. En als het dan uiteindelijk gaat om ja, hoe kun je dat dan financieren, kan dat uit dorpsbudget? Volgens mij kan het sowieso. En is het dan de vraag van ja, ziet het dorp dat zitten? We hebben in ieder geval gezegd vooralsnog, het lijkt ons niet verstandig om te gaan zeggen van nou, als jullie zorgen dat dit er komt staan, dan betalen wij die onderhoudskosten wel. Dus dat, dan zul je daar ook als dorp een oplossing voor moeten hebben.
Dus misschien is dit de oproep aan een dorp die het wil. Er ligt er nog eentje die je gratis kunt hebben tegen €650 per jaar. En de rest, het aanbod ligt er. Maar dan moet je wel lokaal draagvlak en middelen ervoor hebben. Heeft u nog aanvullende vragen? Nee, ik heb geen aanvullende vragen. Ik denk dat het antwoord duidelijk is. Het woord is aan de dorpen, denk ik. Zeker uw stad. Oké, dankjewel. Dan is aan de orde het volgende punt. Het gaat, onderwerp is paspoort en rijbewijs bezorgen bij de burger. En dat is weer Raadlid Mulder van BBC. Voorzitter. De inwoners van de gemeente De Wolden kunnen al een nieuw paspoort vanaf 3 september jongstleden thuisbezorgd krijgen. De Wolden is de eerste gemeente in Drenthe die daarmee komt. Voor het aanvragen van een reisdocument moeten de inwoners zeker nog zelf naar het gemeentehuis. Maar als ze €4,95 betalen, hoeven ze niet nog een keer in de rij te staan. Dan wordt een paspoort of identiteitskaart door een speciaal bedrijf thuisbezorgd. Reeds op 26 mei 2015 is er door de fractie van BBC een motie met nummer 1513 ingediend ten behoeve van een burgerserviceloket. Deze motie is in de politieke kamer met vrij ruime meerderheid van stemmen aangenomen. 14 voor, BBC, CDA en PvdA en 10 tegen. Geduld is nog steeds een schone zaak. Maar onze fractie is van mening dat de motie nu moet worden uitgevoerd en dat we het goede voorbeeld van De Wolden nu moeten volgen. Burgerservice moeten we serieus nemen. De vraag is daarom eigenlijk, is waarom in de gemeente Coevorden nog geen gehoor is gegeven en waarom dit ondanks de op 26 mei 2015 aangenomen motie nog niet is uitgevoerd. Ik geef het woord aan meneer Bouwmeester. Ja, dank voorzitter. Ja, ik ken de motie natuurlijk en uw raad liep wel erg voor de muziek uit als het ging om het thuisbezorgen van paspoorten, want dat kan pas wettelijk. Kon dat pas anderhalf jaar later, pas vanaf 1 november 2016. En ik kan u wel mededelen dat De Wolde weliswaar de eerste in Drenthe is, maar dat we volgens mij als Coevorden niet ver achterop liggen. Het onderwerp is dus volop in voorbereiding. We hebben de thuisbezorging al aanbesteed. We moeten nog wel, en daarin zijn we wat afhankelijk van de samenwerkingsverband binnen BOCE, omdat het over ICT-aanpassingen gaat. Maar de verwachting is dat we op 1 januari aanstaande ook met zoiets zouden kunnen gaan starten. En dan zouden we de eerste in BOCE-verband, naar ik verwacht, zijn. Ik vind dat toch niet echt een slechte prestatie. Daar kunnen we ook best trots op zijn. Dank u wel, meneer Bouwmeester. Meneer Mulder, nog aanvullende vragen, opmerkingen? Nee, mijn vraag zou zijn, is er al reeds een tijdspad bekend, maar bij deze is die beantwoord. Dus hartelijk dank. Uitstekend, dan heb ik het volgende. Bij dit vraaguurtje is net bij me midden gekomen een verzoek van de heer Hoedemakers. Die wilde een vraag stellen over een actuele gebeurtenis. Dag vandaag in de krant gelezen. Kunt u me instemmen dat dit ingepast wordt in het vraaguurtje? Uw de makers gaat gaan. Dank u zeer, voorzitter. Ik zit net even in de krant te lezen en het is niet de krant van vandaag, het is de krant van een paar dagen geleden. Maar in onze vorige commissievergadering hadden we het over de app die ontwikkeld wordt voor een vacature-app die ontwikkeld wordt voor onze inwoners. Toen wist de wethouder te vertellen op een vraag van mij van is die dan voor alle inwoners of blijft dat beperkt tot de populatie van bijstandsgerechtigden voor de gemeente, dat dat is voor alle inwoners. En op de vraag van Mulder van de BBC of de privacy gewaarborgd is, zei u van dat zit ook wel goed. Nou krijg ik op basis van het bericht wat ik gelezen heb in de krant het idee dat de app alleen maar bedoeld is voor bijstandsgerechtigden. Dus niet voor mensen die een WW-uitkering hebben of gewoon van baan zouden willen wisselen. En dat er ook een inlog moet zijn dat je ook een inlog moet hebben voor die app. Dus dan denk ik dat de vraag van Mulder over de privacy van cliënten weer relevant is.
Denk de heer Bouwmeester. Nee? Wie van de vier? Ook hier hebben we natuurlijk om gestreden en ik mag dit beantwoorden. Hey, verrast me natuurlijk een beetje met deze vraag. Ik zal u graag, zoals ik ook die andere vragen heb, schriftelijk heb beantwoord, meen ik. Ik zal u dit schriftelijk beantwoorden. En dan zal ik u hele raad doen toekomen. Dank u wel. Dank u wel. We verder met het volgende punt. Punt 6, raadsvoorstel afdoening ingekomen stukken. Ik wil ze maar puntsgewijs bij langs gaan en ik zal bij elk punt even rondkijken of iemand iets op te merken heeft. Dan gaan we beginnen met punt 6H1. Een brief in zaken toezending informatiedocument Drents gemeentelijke samenwerking van afval naar grondstoffen en de grondstoffenmonitor. De heer Sop. Dankjewel, voorzitter. Ondanks de dalende trend laat de grondstoffenmonitor duidelijk zien dat de doelstelling voor 2020 niet gehaald zal worden. Welke maatregelen gaat de portefeuillehouder nemen om te zorgen dat de doelstelling voor 2025, 30 kilo restafval per inwoner, wel gehaald gaat worden? En wat kunnen we eventueel leren van andere gemeenten? En dan heb ik eigenlijk nog een vraag over Markerijn. Misschien kan ik hem direct daarin stellen. Wat ons verder opvalt is dat Koevoorde geen agendalid is van de Markerijngroep. Kan de wethouder ons uitleggen hoe de samenstelling van deze groep tot stand is gekomen en of wij misschien wel graag willen aansluiten in die als agendalid? We hebben, dacht ik, 12 gemeenten en er zijn 8 gemeenten die agendalid zijn. Zo heb ik het in ieder geval gelezen. En Koevoorde zit daar niet bij. Wethouder Huizing. Ja, voorzitter, om met de laatste vraag maar te beginnen. Als u wat er staat zo heeft gelezen, dan staat het er in ieder geval niet duidelijk genoeg. Want alle Drentse gemeenten zijn gewoon aangesloten bij Markerijn. En dus gelukkig ook maar, want wij... Ik zag een projectgroep en een agendalidgroep zo onder elkaar staan, maar dat... Dan is de vraag beantwoord. Wij nemen gewoon deel in het overleg. Wat zou kunnen is dat er met wat ambtelijke wisselingen toevallig even niemand was. Maar wij nemen gewoon deel. De eerste opmerking. Nou, volgens mij, wat u terecht uit de cijfers haalt, is dat wij nog een hele lange weg te gaan hebben. Om de 100 kilo per inwoner in 2020 te halen. Iets minder lange weg te gaan als het gaat om de 75% scheiding. Dus dat deel van de doelstelling ben ik niet zo bang voor dat we dat gaan halen. Dat halen we gewoon. En de 100 kilo, ik ben in ieder geval nog niet zo ver dat ik heb gezegd van nee, we halen het niet. Ik zie uw bedenkelijke blik en terecht denk ik. Omdat de ambitie is gewoon, als je ziet waar we nu nog staan, is die gewoon heel erg hoog. Maar volgens mij moeten we toch met z'n allen van alles aan gaan doen. Om hem te halen en anders inderdaad uw vraag 2 te beantwoorden of uw tweede deel van de vraag. Als we hem dan toch niet gaan halen, hoe zorgen we ervoor dat we het tweede deel terug aan de 30 kilo in 2025, dat we dat wel gaan halen. Wij hebben daar inmiddels wat maatregelen voor genomen. Dat is bijvoorbeeld de invoering van de derde container. Nou, daar zien we ook meteen dat wel een goed effect heeft. Dat effect hebben we inmiddels ook begrepen, zet zich ook gewoon door. En met een wijziging van de inzamelfrequentie, dat is volgens mij iets waar we hier onlangs ook al een keer over hebben gehad, moet dat zich nog verder door gaan zetten. En daarnaast willen we heel gericht per grondstof, die nu nog veel in het restafval zit, gaan kijken hoe we er voor die grondstof voor kunnen zorgen dat die niet meer in het restafval komt, maar in de gescheiden inzameling waar die thuis hoort, zodat die weer kan worden hergebruikt. En uiteindelijk denk ik dat een keuze zal moeten worden gemaakt voor een andere inzamelmethodiek van het restafval. En welke dat kan zijn, volgens mij kennen we allemaal het rijtje van inzamelmethoden die er zijn. En moeten we vooral ook leren van ervaring in andere gemeenten. En gewoon kijken bij de inwoners van wat is nou de maatregel die dan uiteindelijk het hoogste effect waarschijnlijk zou kunnen halen.
Dank u wel voor uw uitvoerige beantwoording, meneer Soppen. Ik heb u in het verleden ook eens horen praten over dit thema in gesprek met de inwoners. Dat mis ik nu een beetje in uw verhaal. Hoe ziet u dat? Volgens mij, waar het om gaat, is dat je bij... je moet volgens mij twee dingen doen. Aan de ene kant, de doelstelling ligt er. Die willen we behalen met z'n allen. Dat vraagt dus ook om dat je in ieder geval gaat zeggen, we gaan keuzes maken. Als we niks doen, dan is de conclusie heel helder uit de cijfers, gaan we niet halen. Dus dat moet gebeuren. Een aantal wijzigingen hoef je volgens mij. Kijk, een wijziging van inzamelfrequentie, daar krijgen we gelukkig ontzettend veel geluiden over van inwoners. En die geven eigenlijk allemaal aan van, ja, die PMD-container van mij, die zit al erg vol na 4 weken. En die restafvalcontainer, die zit nog niet voor de helft vol. Nou, volgens mij hoef je dan niet uitvoerig nog een traject op te gaan zetten om met andere inwoners te gaan bespreken of het een goed idee is om die wijziging door te gaan voeren. Volgens mij kun je dan gewoon de conclusie trekken, daar is draagvlak voor zo'n maatregel. En misschien degene die nog een been moet bijtrekken, ja, die zal daar iets minder gelukkig mee zijn. Dus daarom denk ik dat het goed is om vooral niet te gaan zeggen, zoiets gaan we volgende week invoeren. Maar zorg dan dat je dat heel goed communiceert en zorg dat iedereen op dat moment ook weet waar die aan toe is. Dank u wel. Nog één vervolgvraag, want die vraag is eigenlijk niet beantwoord. Wat leren we van andere gemeenten? Of kunt u daar gemeenten uithalen waarvan u zegt, die zijn verder dan ons en dat komt door die en die maatregel en die hebben wij eigenlijk niet? De gemeenten die op dit moment het vers zijn, die hebben die laatste stap die ik aangaf van een andere manier van omgaan met restafval, hebben die stap al gezet. En daar zijn hele, eigenlijk alle alternatieve maatregelen leveren een beter resultaat op. En dan verschilt het even per gemeente, ook per opbouw van de gemeente, welke het meeste resultaat oplevert. Maar daar kijken we zeker naar. Ja, dank u wel. Ook tevreden. Ik heb wel één algemene opmerking. Ik zou graag willen dat u vragen stelt via de voorzitter om enige lijn erin te houden. Het geldt voor iedereen, maar u ging daar iets de fout in. Volgende punt is 6A2. Het brief van het college in zaken jaarverslag 2017 welstand. Iemand die daar iets over heeft? De heer Stoker. Ja, voorzitter, dank u wel. Hele korte vraag. De welstandscommissie heeft een jaarverslag geschreven en heeft het over een zogenaamd excess in de Sallandsestraat nummer 6. Tegelijkertijd staat ook in het voorstel, zonder dat daar eigenlijk wordt aangegeven wat we daarmee zouden moeten doen. Dat is ook niet hun taak, denk ik. Maar de noodzaak om tot nieuw welstandsbeleid te komen, die wordt wel onderkend en wordt ook aangegeven door het college dat daar dit jaar nog een nieuwe begin mee wordt gemaakt. Mag ik dan ook van het college vragen om te kijken van wat we met de term excessen doen, want we weten allemaal over welk pand het gaat, maar wat we daarmee ook als zeg maar voor beleid voor ogen hebben staan. Dus mijn vraag is eigenlijk van, mogen we ervan uitgaan dat het begrip excess wat meer inhoud gaat krijgen in ons eigen welstandsbeleid. Dank u wel. De heer Huizing. Ja, misschien als eerste over de aanpassing van het welstandsbeleid, wat de conclusie was van het traject in de vorige periode, was dat we het welstandsbeleid inderdaad gaan aanpassen, maar dat de echte aanpassing pas tegelijkertijd met de omgevingswet en de invoering daarvan zal gaan gebeuren. Wat er wel geconstateerd is dat nu is het welstandsbeleid eigenlijk heel erg ingekaderd en de commissie constateert dat ze af en toe wel ook in het belang van welstand wat meer ruimte zou willen hebben. En daar willen we nou vooral naar gaan kijken met de commissie van hoe kunnen we dat dan vormgeven op een manier die voor welstand of voor de commissie goed is, die voor het beschermen belang van welstand goed is en waarmee u als raad ook nog steeds de juiste kaders kunt stellen. En de excessen, gelukkig komen ze niet zo gek veel voor in onze gemeente. De Sallandse straat, dat is inderdaad een sprekend voorbeeld. Volgens mij moeten we daar geen algemeen beleid op formuleren hoe we daarmee omgaan. Maar vooral het uitgangspunt hebben dat als er een excess is, en overigens de commissie concludeert dat ook op verzoek van ons. We hebben gevraagd van kunnen we dat aanmerken als excess, want dat geeft voor ons een titel om weer verder te gaan. Als je die titel hebt,
als je de uitspraak hebt van de welstandscommissie, dan moet je inderdaad ook verder. Dus volgens mij moet dat de lijn zijn en hebben we daar niet eens echt beleid voor nodig. En ik weet ook, het wordt ook opgepakt in het verhaal, want het past natuurlijk helemaal binnen het bredere binnenstadsverhaal waar we mee bezig zijn. Dank u wel voor de beantwoording. Was dat voldoende of heeft u nog een vervolgvraag? Even een korte aanvullende vraag, voorzitter. Maar dat betekent dus dat op het moment dat er een label excess wordt geplakt, even voor mijn duidelijkheid, dan geeft dat u ook weer ruimte om de nodige stappen te zetten, om excessen aan te pakken. Dank u wel. Dank u wel. Gaan we verder met het volgende punt, 6A3. Dat betreft een brief in zaken de uitbreiding leerplichtfunctie. Mevrouw Vissering. Ja, dank u wel, voorzitter. Wij hebben als raad een brief gekregen van het college met betrekking tot de uitbreiding van de leerplichtfunctie. En in deze brief wordt beschreven dat de functie uitgebreid moet worden om naast de wettelijke taken ook de preventieve taken uit te voeren. De kosten die hiermee gemoeid gaan, die worden geschat op 85.000 euro. Een behoorlijk bedrag. En wij zouden graag een onderbouwing van de wethouder willen hebben van deze geschatte kosten. De heer Heusing. Ja, voorzitter, ik stel voor dat ik het in wat algemenere bewoordingen aangeef. Als er behoefte is aan een meer gedetailleerde toelichting, kan dat uiteraard ook. Maar dan lijkt me het handig om dat schriftelijk te doen. We willen inderdaad meer inzet op preventie. Omdat juist ook zowel wij als scholen onderkennen dat belang van zorg nou dat je er eerder bij bent. Er is een landelijke norm. Hoeveel leerplicht zou je ongeveer moeten hebben. Daar zaten wij onder. En dat gekoppeld aan ook de lokale opgave die we hebben, die ook nog wat boven gemiddeld is. En dan heb je ook weer zo'n mooi normatabelletje en dan rolt dan uit dat je eigenlijk de formatie zou moeten hebben zoals die nu voorgesteld wordt. Dus met de stijging zoals die voorgesteld wordt. Nou ja, daarvan hebben we gezegd van ja, als wij vinden dat we het serieus moeten gaan oppakken, dan moeten we dat ook op deze manier gaan doen. En dan kunnen we dus zowel het repressieve leerplichtdeel doen als ook het preventieve leerplichtdeel. Dank u wel. Mevrouw Vissering, voldoende beantwoord? Of? Nee, dank u wel, voorzitter. Deze informatie is mij bekend. Ik zou toch wel graag een schriftelijke onderbouwing willen. Dank u wel. Nou, dat is toegezegd. Ik ga even verder het rijtje en daar nog vragen. De heer Slomp. Nou, niet zozeer vragen. Dank u wel, voorzitter. Ik wilde er namens mijn fractie een waarderende opmerking over maken over deze uitbreiding van de handhaving. Ja, en als ik naar die uitbreiding van FTE's kijk, dan lijkt mij de uitbreiding van kosten niet zo'n moeilijke opgave meer. Maar goed. Okay, het compliment wordt graag in ontvangst genomen, denk ik, door het college en de organisatie. We gaan eerst even naar deze kant. De heer Stoker. Ja, voorzitter, ook geen vraag, maar een blijk van waardering. Wij vinden het ook als fractie een goede zaak dat het college het voorstel doet de leerplichtfunctie uit te breiden. Naast de wettelijke taken wilt u verbinding aanbrengen met sociale teams en zichtbaar zijn in het basisonderwijs. En wij denken uiteindelijk dat daarin investeren, vroegtijdig investeren, uiteindelijk op later momenten kosten zal gaan schelen. Dus complimenten daarvoor. Prima. Ja, mevrouw Katerberg. Sorry, ik weet alleen je voornaam. Mevrouw Katerberg, goed hoor. Zo, dankjewel. Dank, voorzitter. Nog als kleine toevoeging, toch wel de vraag of ook de behoefte binnen het basisonderwijs is gepeild. En of die uitbreiding van de leerplichtfunctie een goede of de beste manier is om de zorgsignalen eerder en beter af te stemmen tussen de sociale teams en de scholen. Nou, voorzitter, een logische vraag. Nee, we hebben deze behoefteuitbreiding hebben we niet afgestemd. Omdat wij ook vinden dat dit vanuit ons perspectief, vanuit de taak die wij hebben, dat we dit moeten bieden. Wat wel heel duidelijk is, is dat scholen de behoefte hebben om die afstemming beter te gaan krijgen. We hebben ook een gedeeld iets dat we meer in willen zetten op preventie. En uw vraag van is dit de beste manier? Ik denk dat dit een van de goede manieren is, maar dat we er nog niet zijn. En dat het gewoon eenvoudigweg elkaar heel goed weten te vinden.
En dus die persoonlijke contacten, dat breder moet zijn dan alleen maar een leerplichtambtenaar. En dat we daar ook gewoon de komende periode behoorlijk op moeten gaan investeren om dat gewoon nog beter te krijgen dan het is. Dank u wel. Is uw vraag voldoende beantwoord? Ja, en daar zal ik dan ook op letten dat dat gebeurt. Dan gaan we naar de andere kant. Heer Bouwers. Ja, dank u wel, voorzitter. Het is goed dat die uitbreiding de komst van die leerplichtfunctie. En ook voor de lagere school. Dat is inderdaad een goede zaak, dat daar meer controle is. Dat is ook door de scholen, dacht ik, al een paar keer aangegeven, dat daar behoefte aan was. En wat PPC betreft, goede zaak. En wij hopen dat het nu langzaam iets beter gaat betreffende de controles. Dank u wel. Die hebben ze al in de zak gestoken. En dan meneer Soppen. Onze fractie vindt het ook een prima initiatief om schoolverzuim op deze manier verder terug te dringen. Maar net als VVD hebben wij ook wel, wij zien toch wel een betere onderbouwing, willen wij tegemoet zien voordat wij ons fiat geven tijdens het programma begroting. Er is verder geen beantwoording nodig, denk ik. Het is een constatering. Dank u wel. We gaan verder met punt 6a4. En dat betreft de brief van het college in zaken actieprogramma Vitale Vakantieparken. Wie? De heer Slomp. Ja, voorzitter, dank u wel. De PvdA-fractie is uiteraard voor dit actieprogramma. Waar wij wel een beetje mee zitten is hoe dit zich bijvoorbeeld verhoudt met de motie permanente bewoning. Je ziet in de brief en in de achterliggende stukken die we eerder hebben gehad dat dit toch wel druk zet ook op permanente bewoning. En we zijn benieuwd hoe het college die hier naar kijkt. De heer Zwiers. Nou ja, voordat je überhaupt aan het werk gaat om met elkaar van gedachten te wisselen over de verschillende parken, ja, zul je toch wel in beeld moeten hebben wat onze stakeholders allemaal zijn. En in dit geval zijn het natuurlijk ook de corporaties. En die zullen ook vroegtijdig ingeschakeld worden. En dat kunnen we nu nog niet doen. Ze zijn wel op de hoogte van Vitale Vakantieparken. Ze zijn ook meegenomen in de informatie. Rondes. We hebben het daar ook over in bestuurlijk overleg met de woningcorporaties. Dus het is bij hun op de agenda. En dat betekent ook dat op het moment dat we ze moeten inschakelen en mensen naar eventuele vervangende woningen moeten, omdat de locatie waar ze op dat moment zitten dat niet meer toestaat, dat ze daarvan op de hoogte moeten worden gebracht. Maar goed, mensen kunnen natuurlijk ook andere keuzes maken. Algemeenheid kan ik zeggen dat we op dit moment nog geen enkele helderheid hebben over waar het nou wel of niet toegestaan is, die permanente bewoning. Dus over enige omvang kan ik u ook nog niks melden. Ik wilde nog een korte opmerking maken. Ja. Mensen die nu permanent wonen en die nog geen zicht hebben op of dat in de toekomst al of niet mag, zien wel al deze stukken passeren, ook op in allerlei openbare publicaties en over onze agenda's. En die mensen maken zich wel zorgen. Dus ik vraag u als college om daar ook oog voor te hebben. Dus hier is nog een reactie. Uiteraard hebben wij daar oog voor. En de mensen zijn ook uitgenodigd geweest om naar de informatiebijeenkomsten te komen. Dat heeft u ook kunnen lezen. Als ze eigenaar zijn van een park of lid van een VVE, alle eigenaren zijn uitgenodigd en worden wat ons betreft nadrukkelijk geïnformeerd over het proces. Het proces zit nu in een fase dat we met elkaar kijken naar de volgende stap. En die volgende stap zal niet voor elk park tegelijk beginnen. Dat er onduidelijkheid blijft, dat zal ook nog wel even duren. En we zullen altijd met de nodige zorgvuldigheid over alle portefeuilles heen van dit college kijken naar hoe we samen met eigenaren, met bewoners, tot een goede oplossing komen. Dank u wel voor de reactie. Voldoende antwoord, meneer Slomp. Okay. Dan de heer Ten Berg. Ja, dank u wel, voorzitter. Een beetje in aansluiting op de vraag van de heer Slomp zou ik toch willen vragen om een informatieavond over vitale vakantieparken. Als motivering willen wij bijvoorbeeld graag weten welke rol de raad hierin heeft. Het gaat onder andere over geldbestemmingen, subsidieverordeningen en wat we misschien nog meer niet weten.
We willen ook graag weten hoe het met de diversiteit van de parken, hoe we daarmee om moeten gaan. En het lijkt ons complex, en ook aan de hand van de vraag die gesteld is. En zijn benieuwd naar de impact die het een en ander kan hebben. Daarvoor pleiten wij graag. Meneer Siers? Ja. Nou, als er een informatiebijeenkomst moet komen, dan kan dat uiteraard. Dat laat ik me ook graag ook voor uitnodigen om daar toelichting te geven. U bepaalt dat natuurlijk als raad zelf. En ik denk dat het goed is dat het allemaal geagendeerd wordt. We zijn nog niet zover dat het denk ik op dit moment al zinvol is om dat te doen. Omdat we nog in de voorbereiding zijn met het actieplan. Ook vanuit onze eigen gemeente. De informatie die nodig is om u mee te nemen, ja, dat zullen we voor een groot deel ook moeten beperken wellicht. Of we moeten dat al in beslotenheid doen, omdat er ook veel vertrouwelijke informatie ligt in dit gremium. Dank u wel. Dus, u zegt eigenlijk toe dat zo gauw u genoeg informatie heeft die openbaar gemaakt kan worden, dat dan de Raad geïnformeerd kan worden door een informatieavond. Nou ja, dat bepaalt de Raad zelf of ze dat agenderen. Dus ik zeg alleen dat ik dat kan begrijpen. Dank u wel. Bij deze de vraag aan de Raad. We zullen de vraag voorleggen binnen de agendacommissie. Mevrouw Katerberg. Ja, dank u voorzitter. We zijn afgelopen donderdag met een aantal raadsleden met het recreatieschap op pad geweest. En daar is een presentatie gegeven over vitale vakantieparken. Nou, ik denk als we die informatie kunnen krijgen en die verspreiden, dat uw vragen al een heel eind beantwoord zijn. Dus dat is een tip. Okay. Nou, we zullen kijken of we dat kunnen achterhalen. Verder waren er geen vragen meer over punt 6a4, vitale vakantieparken. Nog één aanvullende vraag misschien, de heer Ten Berge. Nee, geen aanvullende vraag, een andere vraag. Er staat vermeld dat er in september 2018 een bijeenkomst met ondernemers geweest is. Ondernemers en VVE's over het actieprogramma. Is die bijeenkomst geweest en wat was de uitkomst? En zijn ook alle parken daar bereikt? Messias. Met alle parken is een gesprek geweest. Soms met een VVE en soms met een eigenaar. De factsheets zijn gedeeld. En het is nu aan de parken zelf om daar in eerste instantie iets mee te doen en zich weer bij ons te melden. Want ja, zoals ook in de brief staat, wij zijn natuurlijk niet de investeerder als gemeente. We willen alleen kijken wat we met de parken moeten doen om het weer gevitaliseerd te krijgen. Maar in principe kunnen alle mensen op de hoogte zijn. Dat hangt niet alleen van ons af. Dat hangt ook van de informatievoorziening af die besturen of eigenaren op een gegeven moment doorgeven aan eigenaren van woningen. Voldoende, heer Ten Berge. Dank u wel, Messias. Dan gaan we verder met het volgende punt. 6a5. De brief in zaken stand van zaken reactivering personenvervoer per spoor op het traject Emmen Rijnen. Wie mag ik daarover het woord geven? Meneer Mulder, PvdA. Ja, dank u wel, voorzitter. Deze brief geeft duidelijk invulling aan de motie die in 2011 ook aan orde geweest staat er ook in. Daar zijn wij ook blij mee als PvdA-fractie. Ik had nog wel even de vraag over de laatste alinea, want daar wordt in vermeld van dit is... Nou, we zijn blij met deze volgende stap. Dat klinkt ook een beetje van er is al een stappenplan. Dus ik was wel even benieuwd hoe zien de volgende stappen eruit en wanneer komen wij tot concrete investeringen. Hoe ziet het vervolgproces eruit? Kunt u daar al iets over zeggen? Ik twijfel even welke woord voor de... Meneer Bouwmeester. Ja, we hebben allemaal van die thema's waar we ons graag met elkaar over buigen. Maar mijn handtekening staat hieronder, dus misschien is het handig als ik daar nou iets over zeg. Omdat de heer Mulder terecht verwijst naar de uitspraak van uw raad eerder. En de Zamkema en de Emmeringheim heeft dat ook gedaan. Dat als twee gemeenteraden hebben gezegd, we vinden dit een belangrijk thema. Daarom lag het ook voor de hand dat ik met mijn collega Danielle Kusters van Zamkema en de Emmeringheim ook het voortouw heb genomen om tot een dergelijke
ja, zeg maar even zichtbare uiting te komen van het belang wat we hechten. Als allemaal vertegenwoordigers van de gemeente langs dat hele traject van Rijnen naar Emmen. Om middels zo'n ondertekening van zo'n verklaring aan te geven. Dit is wat ons betreft het logische vervolg op de actie die al uitstaat. En die nog in dit jaar zal uitmonden in de opening van het station in Neuenhaus. Als ook een station waar je met personenvervoer vanaf Rijnen naartoe kunt komen. Dus dat betekent dat eigenlijk toch op een vrij overzichtelijke afstand personenvervoer per rail vanaf het Duitse gebied al een heel stuk de koe voor de kant op komt en het een vrij overzichtelijk, ik onderschat het overigens niet, een stukje nog resteert. Maar er moet wel wat voor gebeuren en dat moet inderdaad grensoverschrijdend in samenwerking gebeuren. Inderdaad, het is onderdeel van meer stappen. U ziet in de brief ook dat we natuurlijk wel blij waren met de mondelinge steun die een van de ministers van Niedersachsen hier aan dit initiatief ook heeft verleend. Maar er moeten nog wel een aantal procedures worden doorlopen. Onderbouwingen worden gemaakt, wat we in Nederland maatschappelijke kostenbaatanalyses noemen. Die moeten in Duitsland ook worden gemaakt. We hebben juist een eerste bijeenkomst gehad in de structuur die u hier ook ziet aangekondigd, een soort van stuurgroep. Een projectgroep optuiging. Met een goede eensgezindheid heb ik ook zelf kunnen waarnemen tussen de gedeputeerden van Drenthe en de landraad van het graafschap Bentheim. Dat ieder voor zijn eigen verantwoordelijkheidsgebied aan de iedere kant van de grens. Met samenwerking natuurlijk van de gemeenten, dus Samtgemeinde, Emlingheim en wij. Ons zullen buigen over die onderwerpen die ertoe moeten leiden dat ook daadwerkelijk die lijn kan worden doorgetrokken. Maar dat vergt nog wel een apart besluitvormingstraject. Daar zijn een aantal rapportages voor nodig en het is belangrijk dat iedereen die daarvoor dan aan de lat staat ook die rol pakt. Nou, dat is in die structuur ook zo met elkaar afgesproken. Er is geen oneenigheid over wie is dan verantwoordelijk voor welk onderdeel. Biedt het vertrouwen dat we inderdaad het perspectief kunnen hebben dat we, richtsnoer is 2024, zouden kunnen gaan spreken over de daadwerkelijke mogelijk zijn van personenvervoer via de rail vanaf Rijnen naar Emmen. Dank u wel voor de uitgebreide beantwoording. De heer Mulder, voldoende beantwoord? Hier kan ik mee uitvoeren, dank u wel. Oké, dan gaan we nog even naar meneer Stoker van PAK. Ja, voorzitter. Soms dan denk je bij jezelf van we dienen een motie in en dan vraagt het even wat lange adem om ergens te komen. De motie is in 2011 ingediend en gelukkig zijn er tussendoor veel inspanningen gepleegd om zover te komen. Zover dat vanaf 2018 op 24 kilometer afstand er gewoon in een Duitse trein gestapt kan worden. Een mooie stap voorwaarts. We wensen u veel succes met de volgende stappen. En we wensen, wat mij betreft zou het inderdaad heel mooi zijn als we binnen afzienbare tijd gewoon van station Coevorden op een Duitse trein zouden kunnen stappen om ergens in het Duitse achterland heel comfortabel naar bijvoorbeeld Berlijn of zo te gaan. Dank u wel, voorzitter. Dank voor je bijdrage. Verder nog iemand over deze brief? Niemand? Misschien is het nogal mooi, want het is een actueel discussie, voorzitter, in Noord-Nederland. Ja. Het gaat altijd over die Vriezenbrücken. En het na 2024 opschuiven van de termijn dat er überhaupt iets van een wonderlijn kan worden gerealiseerd. Ik durf de voorspelling wel aan dat de wonderen hier eerder gebeuren dan in het hogere noorden. Nou, dat zou mooi zijn. Een wonder zou dat zijn. We gaan verder dan, denk ik, met het volgende punt. 6A6, brief van het college in zaken fase 2, Sleen Jongbloed. Is er iemand? Meneer Bouwers. Ja, dank je wel, voorzitter. Het is een goede ontwikkeling voor Sleen. En onze gedachten gaan dan nu ook naar de andere dorpen. Die hebben daar ook behoefte aan voor nieuwbouw. En toch is de vraag van ons van wat gaat het college daar de komende tijd nog aan doen? De heer Swiers. Ja. Nou ja, we hebben een woonvisie. En daar wordt ook keurig melding van gemaakt in de brief die u heeft ontvangen. En we laten ons leiden door de goede plannen. En zo hebben we hier ook gewerkt. Een woonservice heeft zich gemeld. En dat betekent dat ze dat niet voor niks doen. De spanning op de huurmarkt in Sleen was dusdanig groot dat er echt nog behoefte is aan een uitbreiding van het aantal huurwoningen.
Dat komt mede door eigenlijk de kwaliteitsimpuls die men wil geven in Sleen, omdat veel woningen aan onder andere de Broekveldstraat gesloopt zijn. En ook Koenenbouw heeft zich daarin gemeld als investeerder. Ja, dat is een privaat initiatief en wij zijn graag bereid om daaraan mee te werken. Ook zij hebben aangegeven dat er ruime vraag is naar woningen. We hebben dit soort dingen natuurlijk al eerder gedaan. Als we even kijken naar hoe het met de spinde is gegaan. Hè, daar is ook vanuit de behoefte hebben we daarin meegedacht. En hebben we ook meegedaan in het wijzigen van de bestemming. Ja, dat gaan we ook voor andere dorpen gewoon doen als het aan ons ligt. Maar dan moeten zich dus partijen melden als er geen uitbreidingsplannen meer lopen met goede plannen. En dan gaan we die beoordelen zoals we dat in de woonvisie ook hebben afgesproken. Dank u wel, meneer Siers. Voldoende beantwoord, meneer Bouwers. Heeft een aanvullende gaten gehad? Nou, dus als de andere dorpen of eventuele dorpen of geruchten met goede plannen komen, dan bent u bereid om daar goed naar te kijken? Ja, want zo hebben we dat namelijk ook afgesproken in de woonvisie. Als er goede plannen zijn, dan, gaan we die beoordelen. En dan, dan hangt het vanaf van de kwaliteit van de plannen af of we wel of geen medewerking kunnen verlenen. Dank u wel. Meneer Heling. Ja, voorzitter. Het CDA wil het college complimenteren met de voortvarendheid waarmee dit gebied wordt ontgonnen. Eigenlijk het plan Jongbloed in uitvoering wordt gebracht. We zijn erg tevreden over de invulling daarvan. En we zijn ook heel blij met de versnelde doorontwikkeling van het tweede gedeelte. En we hopen dat er ook voldoende belangstelling voor is. En dat lijkt wel zo te zijn. Nou, namens het college wil ik u danken en ontvangst nemen. Heer Hoedemaker. Ja, heel mooi dat de leuze van het... Van de woonvisie, hier wil je wonen, in ieder geval voor Sleen opgaat. Hartstikke mooi. En inderdaad, complimenten aan het college voor de voortvarendheid en ook aan de betrokken bedrijven dat het allemaal zo gerealiseerd wordt. En dat inmiddels fase 2 aangebroken lijkt te zijn. Maar inmiddels is ook het tweede half jaar aangebroken. Is er afgesproken dat vanaf 1 juli nieuwbouwplannen gasloos gaan zijn. Kan ik ervan uitgaan dat dit ook een gasloos nieuwbouwplan gaat zijn? Ja, we zullen aan de wettelijke verplichtingen moeten voldoen volgens mij. Dus, en als het aardgasloos moet of gasloos, ja, dan zullen als dat de wettelijke maatregelen zijn, ja, dan mag u het college daar op aanspreken natuurlijk. Mooi. Dank u wel. Verder geen vragen meer over Sleen Jongbloed. In dat geval gaan we naar de volgende brief. 6A7 in zaken regio-envelop Zuid- en Oost-Drenthe. En wie mag ik daarvoor? De heer Slomp. Ja, voorzitter, dank u wel. Er zit een brief van de minister bij waarin zij aangeeft... voor welke doelen die regio-deal eigenlijk beschikbaar komt. En dan, daarin lees je drie hoofdzaken. Economie, brede welvaart, ecologie. Nou ja, brede welvaart is vertaald in zo'n stukje welzijn. Economie zit er wel in. Maar ecologie, daar vind je eigenlijk geen letter over. Ja, dat vinden wij wel bijzonder jammer. En ja, dit is echt zo'n samenwerkingsstuk van een aantal gemeenten, provincie. Dus het zal ook wel bijzonder lastig zijn om daar nog wat aan te verhapstukken. Maar wij geven u die boodschap toch maar graag mee. De reactie komt van de heer Swiers. Ik denk dat het goed is dat u ons ook die boodschap meegeeft. En wij zullen daar ook zeker in de verdere uitwerking van de regio-deal, mocht die ons worden toegewezen, sowieso mee aan de slag gaan. Ja, ik vind ook dat we overigens, als we naar deze regio-deal kijken, dat we ook een aantal dingen opgeschreven hebben. Die misschien ook, al gaat ook de regio-deal niet door, dat we toch met elkaar op moeten blijven trekken.
Dat zou ik er ook nog wel bij willen vermelden. Daarnaast mag u gerust weten van ons dat dit natuurlijk in de vakantieperiode tot stand gekomen is. Het moest een zogenaamde two-pager worden. Het is een five-pager geworden, zoiets. En ja, dat was natuurlijk best wel hangen en wurgen. U constateert ook terecht dat wij niet de enige gemeente zijn die daar invloed op hebben. Ik denk dat wij ons best hebben gedaan om in ieder geval te borgen dat in het vervolgtraject, bij de uitwerking, dat we dan scherp aan de wind zeilen om te zorgen dat alle pijlers, zoals ze hier benoemd staan, ook een voldoende invulling krijgen. Maar nogmaals, dat kunnen wij niet alleen. We zijn niet alleen verantwoordelijk, dat doen we met elkaar. Dank u wel voor uw reactie, heer Slomp. Dank u wel. Ik ben zeer blij met deze toezegging. Ja, wat ons betreft biedt dit ook gewoon kansen. Als ik het heb over ecologie, dan, ja, dan kun je denken, daar heb je die Slomp weer met zijn natuur en milieu. Maar je kunt ook, nou, de minister is ook druk met omschakeling in de landbouw. Dat biedt bijvoorbeeld ook kansen voor boeren in de regio. Dat zou denk ik ook zeer interessant zijn om daar eens naar te kijken. Nou, en zo zijn er denk ik onderwerpen genoeg die hier een plek kunnen krijgen. En ik hoop dat die in de uitwerking dan goed aan de orde komen. Dank u wel. Toen nog reageren. Eerst dus. Ja, er is natuurlijk ook nog een regio-deal natuur inclusieve landbouw. En ik denk dat daar ook, het is voor een grotere regio dan alleen ons gebied, en dat daar ook voldoende aandacht in is voor ecologie. Dank u wel. We gaan naar de andere kant. Mevrouw Driehuis. Dankjewel, voorzitter. Ja, nou, wat ecologie betreft trekken wij wat redelijk op met de PvdA. Dus daar lag bij ons ook een stukje zorg. Maar goed, de wethouder heeft aangegeven dat daar op gelet gaat worden. Dus daar zijn wij ook erg blij mee. Verder denk ik dat er best helder is verwoord binnen het stuk tegen welke opgaven wij hier in de regio aanlopen. En wij zijn dan ook blij dat de aanvraag gedaan is. En we hopen ook dat men dat in Den Haag onderkent en dat er middelen deze kant op komen. Dank u wel. Heeft u nog een reactie? Of is het er zelfs bij? Nee, dan gaan we even verder. De heer Ten Berge. Ja, voorzitter. Dank u wel. Hier zitten nog zoveel onzekerheden in dit plan. We weten nog helemaal niks. We weten nog niet hoeveel geld we krijgen. En waar het precies ingestopt wordt. Dus ik ben vanavond dan maar van de informatieavonden. Ik pleit ervoor om de informatieavond van de provincie eerst af te wachten, waar wij ook onze vragen kunnen stellen. En dat we dan beter weten, misschien dat andere plannen dan ook, andere deals dan ook bekend zijn, dat we daar verder praten. Daarna verder praten. Nou, dat lijkt me een goede raad. Eerst vier zal even goed nog even reageren. Ik denk dat dat op zich een heel goed voorstel is. Ik denk wel dat het ook belangrijk is dat we de regio-deal straks ook verder opbouwen vanuit de deelnemende gemeenten. En dat we ook de inbreng hebben, ook vanuit het Koevoornse en ook vanuit andere gemeenten, om ook richting provincie te duiden van hoe wij zien dat zaken geregeld zouden kunnen worden. Ik doe het overigens samen met collega Brink, omdat wij van mening zijn dat het samen optrekken in dit geval ook een stukje borging is voor die agenda straks. En dit gaat ook over al onze portefeuilles heen. Maar we zitten in ieder geval al, we kunnen elkaar goed vervangen en we kunnen elkaar goed aanvullen. Dank u wel. Ik zie aan de heer Ten Berge die daarmee eens is ja te knikken. Dan nog verder vragen over dit onderwerp? Zo nee, dan gaan we het volgende. 6A8. En dat is een brief van de voorzitter van de Rekenkamercommissie Koevoorde in zaken startonderzoek, toezicht en handhaving in het ruimtelijk domein. En wie mag ik daarover het woord geven? Niemand. Dan gaan we verder met het volgende punt. 6A9. Brief van de RUD Drenthe in zaken halfjaarrapportage 2018. Wie mag ik daarover het woord geven? Heer Slomp. Ja, dank u wel. Wij zijn blij met deze halfjaarrapportage. Er zit wat ons betreft duidelijk een verdieping in de cijfers. Je krijgt gewoon beter zicht op wat daar gebeurt. En wat ons ook positief stemt is dat er, wij vonden tot nu toe dat de problemen nogal, technocratisch werden aangepakt.
Je ziet nu in de rapportage dat er meer aandacht komt voor mensen en voor coaching en cultuur in de organisatie. En daar zijn wij ook positief over. Qua de resultaten moeten nog wat komen, maar dit geeft wat vertrouwen. Goed, dat is een constatering. Het behoeft geen antwoord, denk ik. Zijn er meer opmerkingen of vragen, de heer Ten Berge? Ja, dank u wel, voorzitter. BBC die begrijpt dat de RUD zoekende is en tijd nodig heeft, maar in de halfjaarrapportage staan weer meer nieuwe feiten. En die maken ons wel wat onrustig. Er is onrust onder het personeel. Een coachingbureau is aangesteld. Het ziekteverzuim is nog hoger, zelfs zonder griepgolf zoals in 2017. En er ontstaan frictiekosten vanwege wanprestaties. Onze vraag is wel, hoe eindigt dit en deelt u die zorgen? Ik geef het woord aan wethouder Huizing. Ja, voorzitter, de zorgen zijn natuurlijk niet nieuw. Ook die cijfers over ziekteverzuim, die hebben we al eerder hier in de Raad ook besproken. En dat punt was bekend. Ik heb het inderdaad eigenlijk op dezelfde manier gelezen als de heer Slomp aangaf. Van ja, volgens mij de conclusie die u trekt is heel duidelijk. We zijn er echt nog lang niet. Maar de goede ontwikkeling is nu wel ingezet. En het gaat inderdaad niet alleen meer over de kille cijfers. Dus het financiële tekort en het aantal toezichtsuren wat niet gehaald werd. Maar het gaat nu, de aandacht wordt nu ook echt zichtbaar gelegd op de medewerker die het uiteindelijk wel moet gaan doen. En die ook op een andere manier moet gaan werken. Dus volgens mij is die stap in de goede richting, of het stapje in de goede richting hiermee wel weer gezet. Dus ik deel in die zin wel de zorg dat we nog steeds lang niet zijn waar we moeten zijn met de RUD. Maar wat mij dan iets minder zorgelijk stemt is dat de goede weg nu wel is ingeslagen volgens mij. Dank u wel, meneer Huizing. Voldoende of heeft u nog een vraag? Wou aanvullen. Oké. Ik heb al gezegd dat wij begrijpen dat men zoekende is en tijd nodig heeft. En wij volgen het wel met enige onrust, zoals ik zei. En we zullen over het volgende tweede kwartaal zullen wij weer vragen stellen. Duidelijk, dank u wel. Mevrouw Driehuis. Dank u wel, voorzitter. Ja, ook wat ons betreft, eindelijk is een rapport van de RUD waarvan we zeggen van hey, verrek, daar halen we daadwerkelijk dingen in dat er ook wat gebeurt. We hebben natuurlijk heel veel kritiek gehad de laatste keren dat we de RUD bespraken. En ik moet zeggen dat ik hier toch wel enigszins door verrast was. Ik snap de zorgen van de heer Ten Berge wel, maar dat is bijna een logisch gevolg van een organisatie in beweging. Daar moeten dingen gaan veranderen, daar gaan hakken in het zand, mensen gaan zich ziek melden. En zeker als daar op een gegeven moment coachingsbureaus naar binnen worden gesleept. Dus ik snap dat wel. Dat is een proces wat gaande is. Dat moet zijn uitwerking krijgen. En op het moment dat op een goede manier landt en mensen zich daar vertrouwd bij gaan voelen, dan zal je zien dat ook dat ziekteverzuim wel naar beneden gaat. En is dat niet zo, ja, dan zul je als RUD gewoon afscheid moeten gaan nemen van mensen. En ik ga ervan uit dat dat ook gewoon gaat gebeuren. Dus daar heb ik deels een beetje zorgen over. Maar ik bedoel, vanuit het HR-vak weet ik dat dit soort processen zo lopen. Verder helder verhaal. Dus ik ben heel benieuwd wat het vervolg gaat worden voor de RUD. Dank voor uw bijdrage. Heeft u nog reactie? Nee, denk ik niet. Niemand verder. Dan gaan we verder met het volgende punt. Dat is 6A10. Brief van het Democratisch Energieinitiatief. Groot stuk in de krant vandaag. In zaken manifest energiebeleid. Wie de heer Soppen? De fractie van BBC vindt het een prima, of die juicht dit manifest toe. Het geeft aan hoe de democratie werkt. Van onderaf en door de burgers gedragen. Iets wat onze fractie ook hoog in het vaandel heeft staan. En gisteravond hebben we tijdens het RES ook veelvuldig gehoord in samenspraak met de burger. En mijn vraag is, hoe kijkt het college overigens tegen dit manifest aan? De heer Huizing. Ja, voorzitter, ik kan u heel flauw gaan antwoorden en zeggen dat volgens mij het zich vooral tot u als raad richt, deze brief. Maar ik denk dat er een aantal terechte punten in staan. En dat is dat
als je het van onderaf voor elkaar, of alles wat je van onderaf voor elkaar krijgt, dat heeft gewoon meer draagvlak. Aan de andere kant denk ik dat we ook niet naïef moeten zijn en moeten denken dat als we maar alles van onderaf laten komen, dat we dan uiteindelijk die energie- of klimaatdoelstellingen gaan halen. Ik denk dat dat toch ook echt vraagt om, om keuzes die gemaakt moeten worden door, nou ja, door u, door ons als, als bestuurders. Dus ik denk dat daar dat je de juiste mengvorm moet vinden tussen aan de ene kant dat ruimte bieden aan initiatieven van onderaf, maar gewoon ook zelf heel duidelijk zijn van ja, dit is wel de richting die we opgaan en dit is wel het doel wat we willen gaan bereiken. Dank voor uw reactie, heer Soppen, voldoende. Ja. Verder geen vragen, dan gaan we verder met het volgende punt. 6A11, motie kinderpardon van de gemeente Waalwijk. Is iemand die daar nog is? De heer Mulder. Ja, deze brief, die motie, sluit aan op hetgeen wij vorige maand hier in onze eigen raad hebben besproken. Wat ik wel opvallend vind aan deze motie is dat die afkomstig is van een partij die ook in de regering vertegenwoordigd is. En dat het dus zeker wel mogelijk is om met respect voor degenen die in Den Haag zitten kritisch te zijn op wat daar gebeurt. En ik zou het mooi vinden als wij dat hier ook zijn. Dank voor uw bijdrage. Verder niemand. Dan gaan we verder met 6B1. Dat is de afdoening handen stellen van het college. En dat betreft een brief van de secretaris van de Nederlandse Vereniging tot bevordering van de zondagsrust en zondagsheiliging. In zaken zondagsrust, iemand daarover? De heer Slomp. Dank u wel, voorzitter. Wij snappen eigenlijk niet zo goed waarom dit een B1-stuk is. Het is gewoon een belangengroep die ergens aandacht voor vraagt. En volgens mij kan dat prima ter kennisgeving. Dank u wel. Ik denk het ook eigenlijk. Verder geen opmerkingen, aanvullingen? Nee. Dan laten we het hierbij. Dan gaan we verder met de agenda. De agenda geeft verder aan punt 7, voorstel van het college van BMW in zaken tweede ontwerpwijziging 2018 van de MCO groep. Wie? De heer mevrouw Drie. Dank u wel, voorzitter. Helemaal van me apropos. Op zich helder verhaal. Ik heb eigenlijk niet zo heel veel op te merken op één vraag na. Hier wordt gesproken in dit stuk voor een verlaging van de bijdrage van ruim 95.000 euro. En dat dat zichtbaar is in een halfjaarrapportage. Sla je er echter die halfjaarrapportage op na, dan wordt daar genoemd een verlaging van het bedrag van 159.000 euro. En ik wil heel graag van de wethouder weten waar dat verschil in zit. Dank u wel, wethouder Brink. Ik heb de halfjaarrapportage hier niet zomaar bij de hand. Dus ik kan u daar ook zomaar niet zeggen. En ja, ik zou u willen vragen om deze vraag even technisch te stellen. Dat gaat gebeuren, denk ik. Kijk, de andere kant. Verder nog iemand over de MCO-groep? Zo niet, dan gaan we verder met het volgende agendapunt. Oh ja, sorry. Ik ben natuurlijk nieuw voorzitter en ik kan zo'n klein foutje maken. Het wordt me ingefluisterd natuurlijk. Ik wilde nog aan u vragen of het een hamerstuk eerst zal zijn of een bespreekpunt. Hamerstuk? Sorry, ik geef het nog even in bespreking. De heer Hoedemaker. Ja, we hebben hier de vorige keer dat het in de raadsvergadering besproken werd, de meerderheid van de raad en heeft dus de raad hier een motie over aangenomen. Ik heb die motie toen niet ondersteund, omdat ik u vertelde dat het allemaal niet zo zielig is met die MCO. Ik heb geen behoefte om hier me gelijk te halen, maar ik denk dat we dit soort moties eerst beter moeten voorbereiden voordat we ze aannemen. Nog anderen te spreken? De heer Slomp. Ja, dank u wel, voorzitter. Volgens mij haalt de heer Hoedemaker hier twee zaken door elkaar. En dat is de lange termijn begroting MCO en het feit dat de MCO niet geen kloppende begroting kan maken omdat de rijkscijfers te laat
beschikbaar komen. En dit stuk ziet op het laatste. Voorzitter, het gaat hier, voorzitter, het gaat hier niet om de lange termijn, maar het gaat hier om de jaarstukken. En daar ging het in de vorige vergadering ook over. En daar zag de motie ook op. De motie zag verder op het feit dat het ging om de personeelskosten die in, naar mening van deze raad explosief zouden stijgen ten opzichte van de Rijksbijdrage. En dat blijkt dus niet het geval. Oké, verder nog mensen die hierover willen spreken. Wethouder nog een reactie geven. Ik leg in het midden of dit een hamerstuk kan zijn. Allen bij deze. Dank u wel. Dan gaan we verder met punt 8. Het voorstel van het college van BMW in zaken wijziging bomenverordening gemeente Goeffoort in 1999 en vaststellen grenzen bebouwde kommen. Wie mag erover het woord geven? De heer Stoker van het PAK. Ja, voorzitter, dank u wel. Begin dit jaar is er een boomverordening voorgelegd aan de gemeenteraad ter vaststelling. En vervolgens door vraag van BBC en van het PAK is me tot de ontdekking gekomen dat het moet terugkomen. We gaan het zo snel mogelijk regelen. Het is nu oktober en de boomverordening ligt voor. Ik heb direct na de vergadering een aantal schriftelijke vragen gesteld. Ook over die boomverordening, dus zeg maar in januari. En toen ik zeg maar op een gegeven moment vroeg van waar blijft nou de beantwoording van mijn vragen, toen kreeg ik te horen van de Griffie, die zitten eigenlijk in het voorstel. Nou, met goed fatsoen kan ik mijn antwoorden terugvinden in het voorstel, maar ik zou er toch wel voor willen pleiten, en daarom doe ik het toch ook binnen het openbaar, dat wanneer fracties schriftelijke vragen stellen voortaan ook gewoon de schriftelijke beantwoording plaatsvindt en de raadsleden niet worden geacht hun antwoorden te gaan zoeken in het raadsvoorstel zoals het voor ligt. Voor de rest een prima voorstel zoals het nu voor ligt, maar het leek me wel goed om het hier in ieder geval genoemd te hebben. Dank u wel. Dat lijkt mij, het lijkt mij dat u daarin gelijk heeft en ik denk dat men het voortaan zal doen. Verder nog de heer Ten Berge. Ja, sorry. Dank u wel, voorzitter. In navolging van de heer Stoker, bedankt voor de aanpassing. Geen dank. Mevrouw Katerberg. Dank u, voorzitter. In de nieuwe plaatjes van de bebouwde kommen zijn huizen en bedrijven die nu binnen de bebouwde kom vallen en voorheen niet. Mijn vraag is of deze bebouwde kommen die van toepassing zijn in die boswet, of die wijzigingen ook van toepassing kunnen zijn als er andere wetten aan de orde zijn. De heer Huizing. Nee, dat is wel goed om even vast te stellen dat bebouwde kom, zoals we die eigenlijk standaard hanteren met de kombordjes, die blijven gewoon van kracht. En daar doet vaststelling van dit besluit doet daar niks aan. Dit gaat puur om bebouwde kom in de zin van bomenverordening en natuurbeschermingswet. En dat zegt eigenlijk vooral wat over wie het bevoegd gezag is. Voor, als bijvoorbeeld een vraag om kap of uitdunning komt. Het is duidelijk. Heeft er iemand de behoefte verder hier dit bespreking? Nee. En ik moet u vragen, kan dit een hamerstuk zijn? Allen bevestigen dat, dan wordt het een hamerstuk. Dank u wel. Volgende agendapunt is het vaststellen van het verslag van de commissie van 4 september 2018... Zijn er nog commissieleden die daar opmerkingen of aanmerkingen hebben? Zo niet, dan is het verslag vastgesteld bij deze. Blijft niets anders over dan deze vergadering te sluiten. Ik wil u al danken voor uw inbreng en tot een volgende gelegenheid.